Hoi, welkom bij deze les van Bevolking en Ruimte. Die past bij het boek van de GEO. Deze les is voor 4 MAVO en gaat over paragraaf 6.1 Bevolking in China. Ik ben mevrouw de Roo, een aardrijkskundedocent en ik ga je meenemen in deze les. Laten we beginnen. Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat jij weet waar China ligt. China is een groot land en als je heel goed kijkt voor het wereldbeeld, hier ligt Europa. Heb je hier Rusland en hieronder ligt het grote land China. We gaan het even vergelijken. China is namelijk het vierde grootste land ter wereld na Rusland, Canada en de Verenigde Staten. En als je kijkt naar hoe de bevolking verdeeld is, want dat zie je hier zo in het kaartje bij figuur 1, dan zie je dat aan de oostkant, waar het vooral rood gekleurd is, ontzettend veel mensen wonen, vooral aan de kust. En hier zo ligt ook de hoofdstad Beijing. En in het westen is het dun bevolkt. En wonen dus minder mensen. Nou, wat is daar de reden nou van? Nou, de reden is onder andere, als je naar natuurlijke reden kijkt, dat hier een berggebied is. Hier heb je namelijk de Himalaya, dat gebergte. Met de hoogste berg van de wereld, daar kom ik zo op. En hierboven heb je de Gobi-woestijn. Nou, ga kijken. Nou, nu snap je waarschijnlijk wel waarom dit dun bevolkt is. Dit is de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Ze noemen het ook wel het dak van de wereld. Het is hier vaak te hoog, te koud, te droog om te gaan wonen. Als we dan kijken naar het aantal mensen. Wist jij dat 1 op de 5 mensen op de aarde in China woont? Dus dat is best wel heel erg veel. China heeft ook het meeste aantal inwoners ter wereld. Dat zie je hier ook duidelijk op 1. Ze hebben 1,4 miljard inwoners. Dus dat is ontzettend veel. Dan zie je dat India op de tweede plek staat, de Verenigde Staten op de derde, Indonesië op de vierde en Pakistan op de vijfde. Deze bron is van Wikipedia. Wil je nou meer zien, zoek het dan zelf eventjes op via Wikipedia. Maar als we kijken naar het aantal mensen dat er woont, dan zien we dat de grootste groep de Han-Chinezen is. Nou, dat zie je hier ook. Dat is deze lichtgroene kleur. En die wonen ook voornamelijk in dat oosten, waar het zo dicht bevolkt is. Dat is 90% van de bevolking is Han-Chinees. In het westen vinden we ook nog, vooral in het westen, niet alleen in het westen, vinden we nog 55 andere bevolkingsgroepen. Die hebben een eigen cultuur. Die Han-Chinezen, wat daar belangrijk van is, die spreken echt de Chinese taal. Die hebben de Chinese leefgewoontes. Dus de regering van China ziet dat ook als de Chinezen. Als we dan kijken, wat valt er nou op? We hebben hier een bevolkingsdiagram van China van 2010. Dat zijn de gekleurde delen, het blauwe deel en het roze deel. En je ziet een lijntje er doorheen getekend. Dat is de bevolkingsdiagram van 2040. Nou, dan vallen een aantal dingen op. Als ik goed kijk, zie ik gelijk dat er minder kinderen geboren worden. Ik zie ontgroening aan beide kanten. Dat is in de toekomst, hè? Ik zie ook dat die aan de bovenkant breder wordt. Dus dat betekent dat mensen ouder worden en dat je vergrijzing krijgt. Nou, ik zal het eventjes laten zien. We zien dus een laag geboortecijfer. We zien vergrijzing. En als je heel goed kijkt, en dan moet je eigenlijk ook op het examen je geodriehoek gebruiken, dan kan je echt zien dat er meer jongens zijn tussen de 25 en 30 dan meisjes. Dat het niet gelijk is. Dat komt door de eenkindpolitiek en dat ga ik je zo meteen verder vertellen. Want hoe zat het? Voor 1970 kreeg een Chinese vrouw gemiddeld 5 kinderen. Nu is dat gemiddeld 1,6 kind per vrouw en dat is echt zeer laag. Dat geboortecijfer is lager dan in Nederland en in Duitsland. Dat komt door die eenkindpolitiek. Hoezo zijn ze daarna mee gestart? Nou, rond 1960, 1970 was er een verbetering in China van de gezondheidszorg. En het gevolg daarvan is dat er een daling was van het sterftecijfer, want mensen bleven langer leven. En het geboortecijfer bleef stijgen. En in die tijd was er op het platteland niet genoeg werk voor het aantal mensen. En de Chinese overheid wilde geen urbanisatie, dus die wilde niet dat mensen van het platteland naar die steden gingen trekken. Want het oosten, dat was al zo vol. Een oplossing die ze hebben bedacht is dat ze in 1979 de invoering van de eenkindpolitiek hebben gedaan. Maar wat hield dat nou precies in? Daar gaan we nu naar kijken. De regels van de eenkindpolitiek waren ten eerste dat je maar 1 kind per koppel mocht, anders kreeg je een boete. Dit geldt alleen voor de Han-Chinese
die toen vertegenwoordigd waren met 98% van de bevolking. En op het platteland was er een uitzonderingsregel dat je wel twee kinderen mocht krijgen als het eerste kind een meisje was. Maar uiteindelijk komen ze erachter, na vele jaren, dat het toch ook wel nadelen heeft. En de nadelen van de één-kind-politiek zijn als volgt, en dat is mooi om te zien in figuur 2 ook, dat doordat er minder kinderen geboren worden, krijg je uiteindelijk meer vergrijzing. En zeker als je dan naar de toekomst kijkt, kijk maar naar dat lijntje van 2060, heb je een enorme vergrijzing. En die mensen, die zijn gepensioneerd, die werken niet meer. Dus dan heb je veel minder werkende mensen. En dat kan een probleem zijn met je economie. Vaak werd er ook abortus gepleegd als het ongeboren kind een meisje was. Ook dat is echt een groot nadeel. Veel meer jongens overbleven en er dus een scheefgroei was. Daarom kunnen we nu al zien dat er een jongensoverschot is van zo'n 40 miljoen jongens. Dus ook dat is niet bevorderlijk voor een gezonde bevolking. China kwam dus met soepelere regels. Dat gebeurde ongeveer in 2013. En Chinese vrouwen krijgen gemiddeld nu 1,6 kind. Maar om die samenleving te vervangen en dat gezonder te maken en te zorgen dat het meer in evenwicht is, de oude en de jonge mensen en de werkende mensen, heb je eigenlijk een vervangingscijfer van 2,1 kind nodig. De bevolking wordt dus nu steeds ouder. Ik had het net al over die enorme vergrijzing. Maar ook die lasten voor het pensioen, ziektekosten worden daarom steeds hoger. En een klein deel van de bevolking moet hier dus voor opdraaien. En als laatste, weer dat evenwicht tussen die mannen en die vrouwen, wat ik net zei, het jongensoverschot van 40 miljoen. Nou, als we dan kijken naar wat ik net ook al zei, je hebt vergrijzing en dat noem je ook wel het 4-2-1 probleem. Vier oude mensen moeten onderhouden worden door twee werkende ouders en later zelfs door één jong kind. Dus op deze manier is de bevolking niet gezond en zijn er zorgen. In de toekomst denken ze dat de Chinese bevolking nog blijft groeien. Tot 2035. Daarna zou er een bevolkingskrimp komen door die ontgroening die er nog steeds is, maar ook door de vergrijzing. Daarom is er dus een afschaffing gekomen van de beperking van het aantal kinderen, dus een afschaffing van die één-kind-politiek. En de overheid hoopt echt dat het geboortecijfer weer toe zou nemen. Want dat is wat ze willen, economisch gezien, maar ook voor die gezonde bevolkingsgroei. Als je hier kijkt, en dit is ook een voorspelling, dan zie je hoe China eruit zag qua bevolkingsgroei in 1950. We hadden ze nog een piramidevorm. Daarna gaan we naar een klokvorm. En uiteindelijk hebben we een urnvorm, waarbij je echt die vergrijzing heel duidelijk ziet en die ontgroening. Dit is het einde van de video. Vond je het nou een leerzame video? Doe dan een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en abonneer je op dit kanaal.